Hoi Jelle. Hi. Je bent hier vandaag op de foodcamp geweest met de BSO. Ja, zeker. Hoe heb jij het ervaren? Ja, fantastisch. Het is natuurlijk heel mooi om kinderen te leren waar ons voedsel natuurlijk vandaan komt. En er zit ook een stukje bewegen bij. Ja, dan heb je twee vliegen in één klap en dat is gewoon mooi. Iets is dat het toch wel het plezier dat kinderen dus op die manier kennis maken met de pure producten. Gewoon een tuinboon openpellen, proeven en merken dat het toch eigenlijk gewoon heel lekker is, zo puur. Net zoals melk gekookt, net van de koe. En nou, dat plezier, dat is natuurlijk wat blijft hangen, waar we het voor doen. Met die producten gaan ze vervolgens koken met de kok. En nou ja, wat je zelf, waar je zelf moeite voor hebt gedaan, dat smaakt natuurlijk altijd lekkerder. En groentes en ja, fruit, maar ook een stuk hamburger of een glaasje melk gaan er op die manier gewoon goed in. En dat is gewoon heel mooi om te zien. Naast de event foodcamps doen we ook foodcamps voor scholen, voor basisscholen, maar ook voortgezet onderwijs. Dan is de opzet eigenlijk precies hetzelfde als die events, die drie onderdelen. En het mooie is dus dat je het op verschillende niveaus eigenlijk kan aanpassen. Dus ook voor middelbare onderwijs, zelfs ook wel voor mbo. Daar gaat de subsidie ook, geldt daar ook voor. En dat is wat ik komende tijd eigenlijk wel zou willen inzetten. Om op die manier vooral richting het voortgezet onderwijs te gaan. En dat samen met jullie te doen. Dus als jullie scholen hebben waarvan jullie zeggen, nou, dat zijn mooie plekken. Dan kunnen ze deze maand tot en met eind van de maand september kunnen ze nog subsidie aanvragen. Graag. Dus die agrarische sector wat verder uitdragen en dat ook heel graag aan kinderen laten zien. Want wat ik ook om me heen zag is dat kinderen toch veel te weinig weten waar het eten vandaan komt. Is dat erg? Ja, dat is erg, want op die manier wordt er niet gezond gegeten. Hè? De verse, pure producten die blijven in de schappen liggen. En de fastfoodproducten die worden vooral gegeten met alle gevolgen van dien. We zien het om ons heen. Kinderen worden steeds dikker, volwassenen ook. Ook weer met alle gevolgen van dien voor de gezondheidszorg. Hè. Dus als we wat meer zouden investeren in goed voedsel en in de kennis daarvan, dan zou dat later weer kunnen besparen ook in gezondheidszorg. En dat is ook een oproep eigenlijk aan de overheid en ook aan de verzekeraars om toch op die manier beleid te voeren. Gelukkig ziet de overheid dat ook. Hè. Ze hebben een heel mooi programma opgesteld, Jong Leren Eten, waarbij dus geld, subsidie beschikbaar wordt gesteld om dus kinderen juist het verhaal te vertellen, te laten zien hoe het eten groeit en ook met verschillende soorten producten kennis te maken. Lekker Boer komt daar ook voor in aanmerking en op die manier mogen we dus een mooie stap zetten. Het is heel leuk. Het is ook een hele fanatieke groep.